President Santo Ki kreeg op 30 augustus 2024 een rondleiding van Staatsoliemaatschappij Suriname NV op de plant in Saramaca, waarbij hij inzicht kreeg in de duurzame en efficiënte olie-extractieactiviteiten. Tijdens het bezoek werd het staatshoofd geïnformeerd over de werkzaamheden in het Tambarejo olieveld, innovatieve technieken en de uitdagingen waarmee het bedrijf te maken heeft. Het bezoek benadrukte volgens de president het belang van de oliesector voor de economische ontwikkeling van Suriname. Het ministerie van Economische Zaken, het Surinaam Standaardenbureau en Roosevelt Gold Mines NV hebben een training afgerond voor 21 ondernemers in Brokopondo over EU-verpakkingseisen. De training versterkt de capaciteit voor export naar de EU en ondersteunt regionale concurrentie. Minister Stephen McAndrew benadrukte daarbij het belang van internationale standaarden voor succesvolle export. De multidisciplinaire werkgroep Armoedegrensbepaling heeft op 29 augustus 2024 haar verslag overhandigd aan minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. De werkgroep heeft methoden onderzocht om armoede in Suriname te bestrijden en streeft naar institutionalisering van haar werkzaamheden. De minister verlengt de zittingsperiode van de werkgroep tot december 2025 om deze structurele aanpak te realiseren, vooral in het licht van de potentiële negatieve effecten van de olie- en gasindustrie op armoede en ongelijkheid in het land.